Goedendag, je kijkt naar het weerbericht van donderdag 15 maart van Weerplaza. Het gaat veranderen, de komende dagen wordt het koud en morgen kan er sneeuw gaan vallen. Vandaag betrok het vanuit het zuidwesten. Op de satellietfoto kunnen we dat goed zien en u heeft het buiten natuurlijk ook wel gezien. In het noordoosten bleef het lang nog zonnig en droog, terwijl het in het zuidwesten bewolkt raakte en in Zeeland regende het al in de middag. We hebben te maken met een storing die vanuit het zuidwesten over ons land trekt en dat levert neerslag op. In de loop van de avond trekt het gebied met neerslag over het midden van het land en vannacht regent het ook in het noordoosten. Maar morgen breidt dan het neerslaggebied weer verder uit naar het zuiden en tegelijkertijd krijgen we het met koud lucht te maken, dus dan kan de regen overgaan in sneeuw. Vannacht is er nog niet zoveel aan de hand. De temperatuur daalt naar 2 tot 5 graden. Het is bewolkt en regenachtig, met name in het midden- en noorden van het land. Morgen in de ochtend regent het nog in het noorden, maar de koude lucht bereikt al Groningen, Friesland, Trente en Overijssel. Dus in de loop van de ochtend gaat de regen in het noordoosten al over in natte sneeuw. En in de middag kan er al een sneeuwdekje van 1 tot 3 centimeter gevormd worden. in die provincies al daar. In het midden en het zuiden gebeurt dat later pas. De temperatuur die loopt sterk uiteen. Morgen wordt het hooguit 2 graden in het noorden. tot zo'n 10 graden in het zuiden. En daar is het dan bewolkt en regenachtig. En er waait een stevige oostelijke wind, windkracht 5 tot 6. Dan hebben we het weekend. Dan breidt de koude lucht zich over de rest van het land uit. Zaterdag is het nog ten zuiden van de grote rivieren bewolkt en kan er nog enige tijd lichte sneeuw vallen, zo'n uh, 1 tot 4 centimeter. In het noorden is het vrij zonnig en droog, wel erg koud, met temperaturen onder het vriespunt in de middag, en een stevige oostelijke wind, en die maakt het voor het gevoel bitterkoud. In het zuiden ligt de temperatuur rond het vriespunt. Zondag. Schijnt de zon in het hele land en is het droog en wordt het net een graad boven nul. Maar ook dan is het nog snijdend koud. Maandag dan hebben we een middagtemperatuur van 4 tot 6 graden. En staat er minder wind en schijnt de zon volop. Maar de nachten naar maandag toe kan nog matig tot lichte vorst opleveren. En als we kijken naar de temperatuur voor dit weekend. Dan zien we dat de dip inderdaad rond het weekend plaatsvindt. Na het weekend gaat de temperatuur geleidelijk aan weer iets omhoog, richting de normale waarde. Ik ben Diana Woei van Weerplaza.